Hey daar familie, welkom terug op mijn kanaal en vandaag is het zover. Ik ga mijn haar stylen. Ik weet dat ik op een gek lijk, negeer dat even, negeer dit even. Maar ik wil jullie zeggen, ik heb zoveel berichten gehad. Wanneer ga je haar stylen? Wanneer ga je haar stylen? Ga je haar gladden? Die haar zal wel eens lang zijn, hè? Je gaat je haar stylen, wanneer ga je haar stylen? Ik ga vandaag mijn haar stylen, oké? Okay? Ik kan niet beloven dat het goed gaat komen, want ik doe dit bijna nooit. Maar als je wil weten hoe ik ga proberen mijn haar te stylen en hoe het uitkomt, dan moet je wel even kijken. Voor deze video ga ik een brush proberen. Het is gewoon een straightening comb. Het is van een bedrijf genaamd Timo. Is in het buitenland. En ik was gewoon op Instagram. Want je weet toch wanneer je over dingen nadenkt. Van, oh ja, ik wil dit doen. En dan weet Instagram precies wat er in je hoofd speelt. En dan gooien ze gewoon, ze spammen je gewoon kapot met ads. Dat is dus met me gebeurd. Ik heb dus het bedrijf gemaild van, hey, ik wil mijn haar streten. Niet streten, meisjes. Nee hoor, ik wil mijn haar niet streten. Ik wil geen relax zetten. Ik wil mijn haar met een stijltang doen. Dus kan ik dit voor jullie proberen? Kan ik het testen en een filmpje maken? Dus ze hebben het gestuurd. En als het flopt, dan gaan jullie het gewoon op camera zien. En als het goed gaat, zien het ook. Want het ding is niet zo duur. En ze hebben international shipping. Dus ik dacht, het is misschien wel handig om het te laten zien. In deze doos komt de brush. En je moet zien, het heeft echt een aparte design. Dat is wat me heeft aangetrokken. Het lijkt niet op een kam. Je krijgt dus een kam om je haar te stylen. Je krijgt een handschoen om je vinger te beschermen tegen de hitte. Je krijgt een paar clipjes om je haar vast te houden. En je krijgt een borstel om het uit te kammen. Laat me dit eventjes verklaren. Omdat mijn haar best wel dik is en moeilijk is om te stylen zonder dat er super veel hitte op moet, dacht ik, dit zijn curlformers. Binnenkort gaan jullie dit even vaker op mijn kanaal zien. Als ik curlformers gebruik, maakt het mijn haar best wel glanzend en sleek. En het maakt het al een beetje, het stretcht het al een beetje voor me. Dus ik dacht, ik ga eerst dit zetten. En dan ga ik ze eruit halen, ga ik gelijk met die borstel eroverheen. Dat is mijn idee. Bid voor me dat het gaat zoals ik wil dat het gaat. Oké, we hebben het losgemaakt. Dit is het ding. Voordat we beginnen, één ding dat ik je wilde wijzen, wat wel interessant is om te weten. Die Timo, ik zei al, is van het buitenland. Dus het komt met een soort van Amerikaanse output. Dan moet je gewoon een adapter kopen. Sharon heeft het net voor me gekocht. En dan zet je het erin. Sharon heeft het ook voor me erin gezet, dus hoe zet ik het alweer erin? In theorie zet je het dan erin en dan past het. Het was net eraan, je hebt me eraf zien halen. Het hoort te passen hoor. Ja, het past erin. Zie je? Dan zet je het erin. En dan kan je het gebruiken. En dat gaan we nu doen. I'm so excited! Oké, heer, alsjeblieft, laat me geen heat damage krijgen. Wees alsjeblieft met me wachten, alsjeblieft over mijn haar. It's doing it! Oké, ik heb net eentje gedaan. Ik ga een groter stukje doen, omdat ik wil weten of dit snel gaat werken.
Oké, we hebben een kwart gedaan. Super makkelijk. Dit is niet zo stijl als ik wil gaan. Ik wil ietsje stijler gaan, maar ik twijfel. Want ik wil mijn haar natuurlijk niet verpesten. Maar wat ik heb gezien dat echt handig is van dit ding. De buitenkant brandt je niet. Dus je gaat je oor... Laat me kijken hoor. Het is een klein beetje warm, maar als je aan je oor gaat, ga je jezelf niet verbranden. Ik ga je gewoon lekker wezen. Dit stukje wil ik platten, hierachter. Kan je het zien? Zo. Ik ben nu gewoon letterlijk op mijn hoofdhuid. Om mijn haar gladder te krijgen. En het is gewoon gelukt. Oké, dus dit is dus een tussenstand. En zoals je ziet, mijn haar ziet er gewoon goed uit, vind ik persoonlijk. Mijn haar ziet er goed uit, vind ik persoonlijk. Maar ik wil het toch wel gladder. Dus ik ga een stapje hoger wat hitte betreft. En laten we hopen dat het nog steeds wel goed gaat. Oké, let's do it. Dus ik ben begonnen met een stapje hoger gaan in hitte. En ik had de helft van mijn haar gedaan. Maar na de ene helft ben ik gestopt. Want als je goed kijkt, zag je niet meteen verschil tussen die ene kant die op level 3 gedaan was. En de andere kant die op level 4 gedaan was. In het begin zag ik het wel. Bijvoorbeeld in deze foto zie je de ene kant is minder poefy. Het is wat gladder. Maar één ding was raar van mijn haar op dat moment. En dat was gewoon... Mijn haar begon gewoon spontaan te poefen. Ik was nog niet naar buiten geweest. En hier zie je dan gewoon verschil tussen de ene kant en de andere kant. En op mijn duur was het niet eens meer te merken. Dus ik ga eerlijk zeggen, ik vind die brush wel gewoon leuk. Weet je, ik heb mijn groeipuntjes erop, maar ik wil het wel weer proberen. Maar ik vond het niet nodig om extra hitte te gaan zetten. Want mijn haar zou toch niet stijl worden. En ik was bang om te veel hitte te zetten. Dus dit was mijn resultaat. Dit was in het begin, had ik het gewrapt. En na een uur zag het er zo uit. Ik vond het persoonlijk niet erg, maar ik weet dat ik de volgende keer hoger en hitte ga moeten gaan. Ik vind het wel een leuke brush. Ik ga het linken beneden. Het is wel gewoon naar Nederland verzenden via Amazon, als ik me niet vergis. Dus you can check it out. Maar ja, ik vond het leuk. Ik ga door mee experimenteren. Geef het een duimpje omhoog, dit filmpje, als je het leuk vond. En laat me weten als jij tips hebt als het gaat om je haar stijlen. Zoals je ziet, kan ik die tips gebruiken. Oké, fijne dag. Doei!